Ja, ik vind... Gent is gewoon wel een heel fijn festival. Dat vind ik wel echt. En ik vind ook de selectie eigenlijk altijd wel echt goed. Er zijn veel films die ik... die ik echt heel graag zou willen gaan zien. Ik raak, op zo'n festival, zeker als je zelf een film hebt, merk je dat je vaak meer dingen te doen hebt dan je zou willen. En je raakt dus ook niet naar al die films. Maar ik vind het toch wel een fijn festival dat zo'n schone balans houdt precies tussen iets heel gezellig, want er is iets heel amicaal aan het feit dat je elkaar hier heel de tijd kunt tegenkomen en elkaar kunt spreken. En tegelijkertijd een zekere industrie of een zekere... zit daar zo wat tussen. Zo. En dat vind ik wel heel prettig. Ik ben het een beetje gewoon met mijn eerste twee films om films te maken die mensen zo heel hard verdelen. Zo. Dat was eigenlijk bij Violet zeker, bij Hellhole zeker, zo, bij Violet was dat eigenlijk ook wel een beetje, dat soms mensen echt het heel mooi vonden of echt er niks mee hadden. Zo. En ik merk gewoon dat deze film dat veel minder doet. Er is een veel grotere consensus of zo. En dat is wel prettig zo. Het is wel prettig om eens niet zo tussen twee extremen in te hangen en om ze gewoon van mensen echt te horen dat ze graag hebben gekeken. En ik denk dat die film, dat is ook het doel van die film. De film is een heel zachte film, een warme film die u eigenlijk uitnodigt om gedurende dat anderhalf uur mee op stap te gaan met iemand waar je anders waarschijnlijk niet mee op stap zou gaan. Ik denk dat veel mensen dat ook zo ervaren als een soort welkome afwisseling, een zachte trip. Dat is goed ook, hè, maar veel films zijn, kunnen heel heftig zijn, ook emotioneel heel heftig. En deze film is denk ik ook ontroerend, maar op een heel andere manier. Het is ontroerend doordat je de tijd krijgt en doordat zij gewoon ook een heel mooie vrouw is. Zo. Omdat ik bij deze film niet noodzakelijk dacht van nu ga ik eens een film schrijven waar mensen milder over zullen spreken of zo dan bij mijn eerste twee films. Dat was eigenlijk niet noodzakelijk het opzet van het schrijven. Het schrijven was van ik wil wel een zachte en eenvoudigere film maken als die eerste twee. En dat is wel iets waar ik van denk, daar kan ik wel nog in doorgroeien. Zo. Daar heb ik wel nog veel in te ontdekken. Maar of dat dan per definitie een film zal zijn waar mensen makkelijk instappen of zo, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om te zeggen op voorhand, denk ik, wat het potentieel is van een film en een film kan gaan doen. Dat betekent niet dat je er niet mee bezig moet zijn, maar dat is wel heel moeilijk, denk ik. Bij deze film voel ik gewoon, nu hij uit is, en nu hij gaat uitkomen, dat gewoon echt een film is die iedereen kan gaan kijken. En ik begrijp als mensen zeggen dat bij mijn eerste twee films dat niet was. Dat er echt mensen waren die daar gewoon op afhaakten en die zoiets hadden van zich. Goh, goed. En dat snap ik ook. Die films waren ook gewoon wel heel, heel radicale voorstellen. En deze film is dat op een bepaalde manier ook, denk ik. Maar geeft wel ook heel veel, probeert wel ook echt iets in het midden te leggen of zo. Ik vind dat ik probeer tenminste te werken van het dingen die ik pertinent vind en niet zomaar te zeggen, dat is wel een leuk idee of zo. Ik heb ook wel eens leuke ideeën en ik denk, het zou een leuke film kunnen zijn of zo. Maar dan voel ik dat niet blijft hangen, of tenminste niet lang genoeg blijft hangen om echt de energie die een lang speelfilm vraagt, om die dan daarvoor op te brengen of zo. Dus ik heb wel iets nodig en dat kan ook in beeldend, dat kan ook beeldend zijn. Beeldmatige ideeën waar ik van denk, waarom krijg ik dat beeld niet uit mijn hoofd? En bij deze film was dat heel duidelijk een soort uitdijnen van Hellhole. En ook de reacties op die film die ik denk ik voor een stuk verwacht, maar voor een stuk ook niet verwacht had. Ik denk dat mensen die film veel harder vonden dan dat ik hem eigenlijk bedoelde. En dat ik zoiets had van, ik heb iets laten liggen of zo. Ik heb iets duidelijk niet tot bij dat publiek gekregen dat ik eigenlijk had willen brengen. En dat is voor een stukje een zekere vertrouwen of zo dat ik wel heb in mensen. Ik heb wel veel vertrouwen in dat wij onderling, in het mekaar zien, dat daar veel vruchtbaar in is. Ook als je dat niet onmiddellijk herkent bij elkaar. Ai. En dus dat was voor mij een grote noodzaak om daar toch mee aan de slag te gaan. Dus dat is altijd anders. En ik denk dat bij mijn volgende film weer iets anders gaat zijn.
Maar ik weet wel dat het iets is, iets moet zijn dat ik niet zomaar kan loslaten. Kijk, filmen op film, dat doen om een soort nostalgische reden, dat, daar zullen mij denk ik niet op betrappen. Hey. Toch zeker als het gaat over 35 mm, waar het soms gewoon echt bijna onmogelijk is om het nog te differentiëren met digitaal gefilmde beelden. Maar 16 is natuurlijk een heel ander formaat. Daarin wordt het fysieke van film gewoon super zichtbaar. En daar was het mij eigenlijk echt om te doen. Om dat idee dat in die zwarte, die film echt tot leven komt en je die korrel begint te zien, dat die nacht echt fysiek zou maken. Je hebt dat kleine, kwetsbare vrouwtje dat door die nacht wandelt en die eigenlijk heel het door dat levende zwart omringd is ofzo. En dat kader helpt daar ook in. Het feit dat hij in 4:3 gefilmd is, zorgt er ook voor dat zij eigenlijk omringd is ofzo. En van lichtplek naar lichtplek wandelt. En dat vond ik een heel schoon vormelijk idee ofzo. Ja, en dat wel vind ik ook echt bijdraagt bij hoe je kijkt naar die film. Maar voor mij is vorm nooit iets dat zomaar erbij hoort. Het is niet zo, louter esthetiek interesseert mij. En dat is, sommige mensen zullen daarmee lachen, want mijn eerste twee films zijn heel esthetisch. Maar dat interesseert me niet. Ik vind dat dat echt altijd iets moet vertellen. Ik ben altijd wel op zoek naar, als we dit doen, waarom doen we dat dan? En wat vertelt dat? En wat draagt dat bij? En waarom doen we dat niet anders? En hier was dat gewoon heel eenvoudig. Dat was al in het materiaal voor een stuk aanwezig ofzo. Brecht Ameel is de muzikant die de muziek heeft gemaakt. Het is iemand die ik eigenlijk al lang ken en die gewoon heel erg bewonder, te koer. En ik had hem op voorhand gevraagd om iets te schrijven. Ik had gezegd van, dat is heel goed, ik had gezegd, ik zoek iets dat melig is, maar dat u niet emotioneel stuurt. Dat niet noodzakelijk zegt van, dit is een triestige moment, of dit is een vrolijke moment, of dit is een angstaanjagende moment, maar die u eigenlijk gewoon in een soort van sfeerbad of zo meeneemt. Ik heb gezegd, ik moet nou de soundtrack van My Neighbor Totoro luisteren. Omdat die film heeft dat ook. Die heeft zo'n grote zachtheid en een soort van weemoed die nooit te nostalgisch wordt of zo. En hij is er eigenlijk bijna direct aan begonnen en hij stuurde mij iets door. En ik luisterde dat alleen in mijn bed en ik dacht, super. Ik was echt onder de indruk, want dat was echt van de eerste keer heel schoon. En ik heb dat eigenlijk... Ja, ik heb dat eigenlijk bijna als een soort van leidraad genomen op set of zo. Er zat al een soort van tempo in die muziek die heel nauw aansloot, denk ik, bij wat ik voor ogen had of zo. Dus ja, voor mij ook de eerste keer dat ik dat deed, hè, met muziek werken. Dus dat was voor mij ook een hele stap om dat te doen. Maar ik vind dat super prettig hoe dat in die film... Ja, dat komt echt binnen zo, bom, voilà, hier is dat. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat die muziek... niet doe wat ik soms bij filmmuziek moeilijk vind, u sturen en zeggen van, allee, nu gaan we dat voelen. Ik denk niet dat hem dat doet. Dus ik werd gebeld met de boodschap dat ze de film geselecteerd hadden. En dat was denk ik, dat was op Pasen. En volgens mij was dat 20 april. Het festival begon volgens mij 14 mei. En het liep tot 25 mei, denk ik. En hij zei aan de telefoon toen van, de laatste dag dat ik u kan geven is 23 mei. Dat gaf me dus 30 dagen. En ik zei van, geef mij een paar uur, dan bel ik de mensen met wie ik meestal werk om eens te kijken wat dat zij ervan denken. Want in mijn verbeelding dacht ik van, als het met een film haalbaar is, is het met een deze. Maar ik had wel die mensen nodig die ik zo goed ken. Dieter Diependalen, met wie ik mijn eerste twee films ook gemonteerd heb. Dat is gewoon iemand zonder wie ik niet kan, punt. Boris de Bakker, die het sounddesign altijd doet en die echt wel bijzonder is, echt een heel bijzondere denker over klank. En Benoit Biral, die mijn films gemixt. Ik dacht, als zij niet kunnen, als zij nu even geen tijd hebben, ik heb gewoon nog de ruimte, nog de tijd om iemand die ik niet ken uit te leggen hoe dat ik meestal werk of zo. Dat gaat nooit lukken. Dus dat was mijn grootste angst. Ik heb die gebeld, ik heb die eigenlijk gestalkt, want Dieter pakt bijvoorbeeld zijn telefoon niet op. Ik stond daar zot te worden. En als ik hem dan eindelijk aan de lijn kreeg, dan zei hij van, ja, dat gaat niet 30 dagen, maar we gaan dat toch doen. En dat vond ik heel schoon. Ik dacht zoiets van, yes. Ja, dat gaat niet, maar we gaan dat toch gewoon doen.
En net daardoor, en doordat die drie mensen hun agenda's op een heel eigenaardige manier aansloot en dat uitkwam, dat we net genoeg dagen daar, net genoeg dagen daar, net... Het was altijd weinig. Maar net genoeg dagen daar, net genoeg dagen... lukte dat. En zijn we eigenlijk met een film in Cannes geraakt die echt niet onafgewerkt is. Er zitten een aantal soort ruwheden aan en oneffenheden aan. Maar ik vind die super prettig eigenlijk. Ik vind die... Want je zou perfect kunnen zeggen, maar ik had die na Cannes er nog uit kunnen veilen of zo, maar... Nee, die zijn echt wel deel van die film, deel van dat proces. En er staat een film zo. En dat vind ik echt wel goed. Het is geen veredeld work in progress, alles behalve. Het is gewoon een film. Het heeft mij wel heel veel energie gegeven. Het heeft mij wel heel veel zin gegeven. Om zo op een vrije manier een film te kunnen maken. En gewoon vrij te kunnen denken. En dat had ik nodig. Al een tijdje broed ik op iets dat ik eigenlijk wil beginnen schrijven, maar ik voel ook dat dat meer tijd zal nodig hebben dan deze film. En dat heeft er dus mee te maken dat ik nog zo de in- en outs er nog niet helemaal van ken en nog een beetje zo zoekende ben naar een manier om dat te vertellen ofzo. Dus zo snel als het deze keer gegaan is, denk ik dat deze, het gaat niet zijn, op het gemak. Ja. In het buitenland weet ik, en je voelt dat, hè, je voelt wel dat mensen nieuwsgierig zijn naar wat je doet. En door het feit dat ik drie films zeg maar, die nogal wat festivals gedaan hebben, is er in een circuit, in een breed cinefiel circuit, wel echt interesse in wat ik maak. Maar of dat voor financiering noodzakelijk zoveel helpt, want dat is zo'n ander systeem. Dat vertrekt meestal vanuit je fonds en dan co-produceert je met een aantal landen. Dat werkt zo anders dat ik eigenlijk niet echt kan zeggen of dat... Het enige dat je hoopt is dat er ook hier in Vlaanderen wordt erkend van hey, het feit dat we dat doen, dat we films hebben die erkenning krijgen in het buitenland, dat is waardevol en we moeten dat absoluut blijven ondersteunen. Maar bon, dat is eigenlijk het enige waar je op kunt hopen ofzo. Ja, dat wel wordt gezien. Dat films die het bij ons in de zaal soms moeilijk hebben, en dat is gewoon, het is heel moeilijk als je films niet tot in die grote zalen krijgt, is het eigenlijk per definitie al heel moeilijk om veel publiek te halen. Wat jammer is, hè, want ik denk dat deze film een groot publiek verdient. Dan lijkt het ook bijna alsof die film niet bestaan heeft ofzo. En dat vind ik jammer, want... Als je dan in het buitenland kijkt en hoort wat mensen, niet alleen van mij voor alle duidelijkheid, maar van nog een aantal makers van bij ons verwachten of zo, dat is wel iets, dat is niet niks. En dus moeten we zien dat we dat ook niet kwijtraken. Cinefox.